Ik geef je mijn hart. Dat was lang geleden dat je al had gegeven. De kinderen die zeggen, mama lacht weer. Ja, want ik was verder, ja, ik zeg altijd gepokt en gemazeld, een beetje, ja, een beetje een hij zegt altijd een beetje negatief. Ik zie anders heel gewoon negatief, ja. Dat was ik ook. Ja, dat was ik ook. De liefde is weer terug in het leven van Gerry en Geert. Als tieners werden ze verliefd, maar na een relatie van 5 jaar moesten ze uit elkaar. Na 70 jaar vonden ze elkaar weer terug. Dankzij een artikel dat Gerry schreef. Bij het lezen van de oproep dacht ik meteen aan de heer Van den Berg, aardrijkskundeleraar aan het gemeentelijk lyceum in Eindhoven. Het is een stukje dat dus door Ger is geschreven. Nou, en dan krijg je dat hele verhaal van wat nou precies die leraar allemaal voor flauwekul uithaalde. Maar dat las ik en ik denk, ja inderdaad, dat herinner ik me ook nog wel omdat hij dat zei enzovoort enzovoort enzovoort. Maar toen zag ik aan de onderkant Ger Heiligers woning Eindhoven. En toen ik dat zag, ik denk, verrek, dat is Ger. Die leeft dus nog. Die wil ik nog wel eens zien. Dankzij het artikel kwam hij uiteindelijk aan het nummer van zijn verloren liefde. Hij heeft aan mij gedacht. Dat was het eerst. Oh, hij heeft aan mij gedacht. Ik had wel een hoop vragen aan hem gesteld natuurlijk. Maar op het laatst dacht ik, hij heeft een keer aan mij gedacht. En dat vond ik zo prachtig. Ze ontmoetten elkaar als 15-jarige op het gemeentelijk lyceum Eindhoven. 5 jaar lang waren ze samen, maar het moest allemaal stiekem. Gerry was namelijk katholiek en Geert protestant. Ja, toen kruisten onze blikken en het was Jezus. Ja, ik had het al eerder gezien hoor, dat het een knappe griet was. Ja, en ik zag hem en dacht, oh, die knappe jongen kijkt naar mij. En toen hebben we ongeveer 5 jaar verkering gehad, tot 1951. Maar na die tijd kwamen de ouders van het jonge stel er toch achter. Geert werd weggestuurd naar Amsterdam. Dat was een van de laatste keren dat ze elkaar zagen. Het was een klap. Want ik wist van niks. Dan krijg je een brief afgelopen uit met foto's. Toevallig, die foto's zaten erin. Ik heb eigenlijk heel Brabant weggeduwd. Die mentaliteit hiervan, dat niks mocht. En het was ook net na de oorlog natuurlijk. Alles wat wij deden moest in het geheim. En er was altijd angst. Er was altijd angst bij ons. Onze relatie werd bepaald door angst. He, oh God, als ze ons maar niet zien. En dat soort dingen. Toch ging het leven verder voor de twee. Ze trouwden met anderen en kregen kinderen. Op haar 51ste wordt Gerry al weduwe. Na 38 jaar alleen te zijn geweest, werd ze opeens gebeld door Geert. Het voelt meteen als vroeger. Vond ik heel, heel heerlijk dat ik die stem weer hoorde. Nou, ik zeg, ja, we mogen geen handen schudden. Maar ik heb zijn hoofd vastgepakt en 3 zoenen gegeven. Ik denk, oh, dat mocht eigenlijk helemaal niet. Nou, en op een gegeven moment was het weer zo gewoon. Alsof ik niet gemist had al die 70 jaar. Was 70 jaar, dus zat ertussen. De liefde is weer terug in hun leven, maar eigenlijk is het nooit weg geweest. Dat hebben we altijd misschien toch hier van binnen nog bewaard. Die liefde die ik voor haar had, vroeger, die kwam eigenlijk weer terug.